De leerlingen en leraren van het Montessori vaklyceum in de Weijert zijn blij om elkaar weer te zien. De middelbare scholen zijn vanaf vandaag weer volledig open. Door de daling van de coronacijfers mogen leerlingen weer al hun lessen fysiek volgen. Op hun bovenbouwlocatie krijgen alleen derde klassen weer les, aangezien de eindexamenklassen al klaar zijn. Het is nog even wennen, maar het is volgens de docenten wel echt nodig. De leerlingen waren er ook wel aan toe, denk ik. Ik zelf ook wel. Ik vind het veel fijner zo. De fysieke, het sociale, dat is prettig om ze hier weer te hebben. Is het wel fijn om al je klasgenoten weer te zien? Ja, zeker. Het is wel fijn. Normaal zie je ze natuurlijk via de camera en nu zie je ze weer een keer in het echt. Dat is wel leuk. Maar het is vooral heel fijn dat je ze weer bij binnenkomst weer kunt zien. Dus normaal in Teams dan komen ze binnen. En dan zie je eigenlijk hun gemoedstoestand niet. En nu zie je gelijk hoe ze binnenkomen, kun je gelijk een gesprekje hebben. Dus ik vind het pedagogisch ook gewoon veel interessanter. Je hebt een veel betere band met de leerling dan wanneer je dat via zo'n scherm doet. Je ziet gelijk wat er aan de hand is. Maar de derde klas, die hebben gewoon heel veel online les gegeven. En dat was op een gegeven moment wel klaar, vond ik zelf. En die leerling eigenlijk ook wel. Ja. En waar merkte je dat aan? Nou, het enthousiasme was wat weg. Wat je ook ging bedenken, op een gegeven moment is het wel een beetje op. Hè? En kon je bij online les wel je goed concentreren op de les? Nee, eigenlijk niet. Het was eigenlijk wel zonder een beetje van, kan je zeg maar de docent dempen, zeg maar. Dus dat hij niet kan praten, nou, dat was altijd wel gauwhoer, zeg maar, in de online les. Dus eigenlijk, online les vind ik sowieso niet fijn. Nou, je zit achter elkaar, je zit achter de laptop, de hele tijd 4 uur achter elkaar of zo. En dan, ja, als je dan even pauze hebt, dan denk ik, ik ga even 5 minuten slapen, want je bent nog moe. En dan val je opeens in slaap, ja. En hadden je leraren dat door? Nee, ik heb wel 1 keer gehad dat ik bijvoorbeeld in slaap viel. Werd ik wakker, zat ik nog steeds in die Teams met mijn leraar. Hij zei, Ahmed, ja. Iedereen was al eruit, alleen ik zat nog erin. Nee, dat is mij nog niet overkomen op zich. Ik ben altijd wel goed bij. Maar in slapen, dat gaat een beetje ver. Dat is nog niet zo.